Pieter Jan had maandagavond in het Jan Lauwersstadion een van zijn moeilijkste avonden van het seizoen. Zijn twee favoriete ploegen, FC Eindhoven en Jong PSV, stonden tegenover elkaar op het veld. En voor wie moet je dan toeteren? Gelukkig voor Jan wisselden de teams na de rust van helft en kon hij beide keepers de oren van het hoofd toeteren. Toeter Jan zag Jong PSV uiteindelijk winnen met de grootste zege in 4 seizoenen. 0-5 met 3 goals van Albert Gudmundsson. De IJslands international scoorde als een derde hattrick van het seizoen. Genoeg reden voor Jan om flink te toeteren.